adres is. Dag jongens en meisjes. Deze keer wil ik jullie iets vertellen over de partituur. Wat is een partituur? Een partituur is in de muziek het volledige overzicht, meestal op papier, van een muziekstuk, waarin alle afzonderlijke partijen onder elkaar genoteerd staan. De dirigent kan in de partituur met één blik het totale verloop van de muziek overzien. Ziezo, weer iets bijgeleerd. Tot de volgende! Oeh, je snapt het niet. Oh, wel. Ik zal het nu een keer traag en duidelijk expliceren. Luistert. Simpel uitgelegd, de partituur, dat is de muziek op papier die de dirigent voor zich heeft. En het woord partituur komt trouwens van het Italiaanse woord partitura. Partitura. Spaghetti. Pizza. Calzone. Partitura, dat wil zeggen indeling. Het overzicht of indeling van alle muziek, van alle partijen in het orkest. Zoals je hier ziet, staan er allemaal notenbalken onder elkaar op de partituur. Meester, meester, wat is een notenbalk? Een notenbalk is een balk met noten op. Net zoals een vrachtwagen een wagen is met vracht op. Of een chocopot, een pot met choco. Elke notenbalk wordt dus gespeeld door een ander instrument. Dit zijn de hobo's, fluiten, klarinetten, helemaal onderaan de contrabas enzovoort. De dirigent heeft dus het overzicht van wat alle muzikanten moeten spelen. En elke muzikant heeft maar een heel klein stukje van die partituur. De violisten bijvoorbeeld, die moeten enkel de vioolpartij kennen. Het zou zo wel wat veel worden ook, hè? Wij violist moeten al zoveel noot spelen. Zo'n partituur, dat is eigenlijk een schat aan informatie. Daar staat niet enkel op welke noot we moeten spelen op welk moment, maar ook allemaal andere instructies. Ik ga u een aantal voorbeelden geven. De komma. Dat wil zeggen, even ademen. Voor moest je het vergeten zijn, hè? Forte. Luid spelen. Fortissimo. Zeer luid spelen. Fortississimo. Extreem luid spelen. Fortiss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 imo. Mega extreem normaal luid spelen. Piano. Stil spelen. Pianissimo. Super stil spelen. Accelerando. Versnellen. Rallentando. Vertragen. Dubbele maatstreep. Stop! Zo zou ik nog een tijdje kunnen doorgaan, maar er is nog iets anders waarover ik wil vertellen. De muziek die wij spelen. Ja, dat varieert zo van muziek van rond het jaar 1700 ongeveer, tot eigenlijk muziek die gisteren nog geschreven is. In de klassieke muziek noemen we iemand die muziek schrijft een componist. Meester, meester, wat is dat? Een componist is een persoon die muziek componeert. Dit wil zeggen dat hij of zij deze bedenkt, creëert en meestal opschrijft. Het ordenen van tonen tot een muziekstuk noemt men componeren. Dus iemand die muziek schrijft. Tijd voor een aantal voorbeelden van componisten. Wolfgang Amadeus Mozart. Die schreef zijn eerste muziek toen hij 5 jaar jong was. Oh ja, dat was zot. Als ik 5 jaar was, hè, dan speel ik nog met de blokjes, maat. Ludwig van Beethoven. Die was de laatste jaren van zijn leven compleet... Brahms, Wagner, Tchaikovsky, Schumann, Verdi, Chopin, Stravinsky, Little Kleine. Ik heb lang en dus. Nee. Van Little Kleine spelen wij vooralsnog geen muziek. Nee. Wist je trouwens dat muziek die gemaakt wordt voor films dikwijls klassieke muziek is? Denk maar aan Star Wars. Oei, het is kapot. Zoals je ziet is er zoveel muziek te ontdekken. En er zijn zoveel componisten waar wij de muziek van spelen. Het is dringend tijd dat jullie eens zelf komen luisteren. Maar vooraleer jullie komen luisteren, moet ik wel nog uitleggen hoe je je moet gedragen op een concert. Maar dat is voor de volgende keer. Toedels. Hey! Hoe is het? Alles goed met u? Wat, Dreddy?